Toen Lodewijk Napoleon in 1806 koning van Holland was geworden, liet hij het Amsterdamse stadhuis tot paleis inrichten en een der vertrekken daarvan tot troonzaal. In deze zaal met zijn grote historische schilderstukken en zijn flonkerende kristallen kronen is een tentoonstelling gehouden van boeken over Amsterdam die Hare Majesteit de Koningin tijdens haar jongste verblijf in de hoofdstad zijn aangeboden. Al deze uitgaven zijn verschenen na de bevrijding en vertellen van Amsterdam en zijn geschiedenis. Wij doen een greep. Er zijn erbij die verhalen van Amsterdam als handelsstad en scheepvaartcentrum in vroeger tijden en nu. Als luchtvaartknooppunt. Over Amsterdam als middelpunt van cultuur in de loop der laatste eeuwen. Vele boeken en plaatwerken berichten over de oorlog tegen Duitsland. De ondergrondse strijd. Het leed van de hongerwinter. De vreugde der bevrijding. En behalve boeken zijn er dan nog enkele naoorlogse liederteksten bijeengebracht die ook de lof zingen van de grote stad aan de Amstel.